Ja, ik vind het heel speciaal dat ik de vlag mag dragen. Ik heb 10 jaar in Canada gewoond en nu in Nederland. En ik ben dus heel blij dat ik voor Nederland de vlag mag dragen. Nou, ik ben in Nederland geboren. Ik heb 4 jaar hier gewoond en dan ben ik naar Canada verhuisd. En daar heb ik mijn hele leven aan ijshockey gedaan. Ik ben wel een beetje klein en ijshockey moet je wel echt best groot zijn. En ik had de hersenschudding gekregen. En dus vonden mijn ouders genoeg, zeg maar. En toen zijn mijn ouders besloten om weer terug naar Nederland te gaan. Ze wilden een ander sport proberen. En toen vrienden van ons deden short track. Dus dan, dat vond ik mijn broertje leuk. Dus daar zijn we verder mee gegaan in Nederland. Ja, dat is een heel speciaal gevoel dat ik gewoon voor iedereen mag lopen. Als dat ik echt Nederland, represent, zeg maar. Vertegenwoordigen. Ja, vertegenwoordigen. Dat vind ik heel speciaal.